closer. Stay a little longer. Now the gang is gone. Put some records on. Ik ben verzamelaar van mooie platenhoezen. Ja, en ja. Ik, met de singles heb ik het ook van leuke foto's, is ook leuk. Dit vind ik ook een heel mooi hoesje, dat is jaren 50, 60. Het is helemaal niks, maar ik vind het gewoon een aardige foto. Deze zullen we straks ook eens zien, in een andere vorm. En hier komt George Kennedy ook weer tevoren, waar ik de LP-hoes ook van heb. Natuurlijk, een jeugdzonde eigenlijk is Shocking Blue. Dit hoesje was in de jaren 60 echt shocking. En had je ook in de jaren 60, begin jaren 70 had je een Nederlandse groep. Die maakte dus ook al zulke soort hoesjes. Dit is ook wel een leuk singeltje, ook een kutte. Thuis van de Heer. Een musical. Er staat iedereen bloot op. En er staat onder andere, weet je, Wilke van Allemarooi staat erop. Natasha Emanuels. Meer van die bekenden uit de jaren 60. Nou, dit hoesje spreekt voor zichzelf eigenlijk in wezen. Ook een heleboel een beetje van die schuine singeltjes heb je gehad. Mike Vincent. Dat is nog een bekende ook, een andere naam. Dit is nog uit de OJ-serie volgens mij. Ja. Heel leuk. Dan komen we bij mevrouw Sabrina. Die heeft ook hele mooie dingen gedaan. Nou, ik vind Kylie Minogue ook wel een aantrekkelijke vrouw. Ja, een beetje een onbekende zangeres, waar ik er nooit van mijn leven van gehoord heb. Dit is ook een gouden oude, Peter Muller. Aardige foto dit. Je vroeger in Nederland had je een zangeres, Lieder van Leersen. Nou, die juffrouw die heeft twee singles lopen gemaakt. En die waren ook wel heel uitdagend. Vroeger weet je, een zangeres die heette Wilma Rieding, voor mij kwam ze uit Australië. Die mevrouw had een hele grote volgevel. Had je vroeger een of ander duo, singeltje gemaakt. Leuk. Nou, dit vind ik ook wel een leuke, dat is Jane Fonda. Uit die science fiction film van toen de tijd. Wat weet ik niet veel meer heette. Barbara? Ja. Ja, heel aantrekkelijke vrouw vroeger. Ja, komt Sylvia Pistol weer tegen, Manuela. Dana Calispi. Ja, dat vind ik ook een mooie foto. Franse single. Deze vind ik ook heel leuk. Het is Rocco Granata, 60 jaar, San Remo. Want die heb ik ook, het hele plaatje, een oude racefiets. Ja, die vrouw ziet er dus heel aantrekkelijk uit. Tricia Pai, toen ook een mooie vrouw, voor de verbouwingen. Het is een oud hoesje, maar gewoon heel mooi. Deze mevrouw had ik ook al op LP. Die is er ook met Nederlandstalige groepen of artiesten. Plakte er een mooie vrouw op de hoes. Dan had je kans dat je single nog verkocht werd. Dat vind ik ook een heel leuke. Het is een oude single. Een vrouw met een paard. Heel leuk. Ja, dat was het.